En de reisbestemming, dat horen jullie zo meteen. Kijk onze vluchttijden. 3:30 gaan we vanuit Kullen in de lucht. En dan moeten we nog eens minimaal 2 uren in de bus aanhouden. Ach, dat wordt zo'n dag. Kijk, de terugweg. Ik heb er al gezien. De terugweg gaan we ook pas 12:00 de lucht in. Dat betekent dat we 's morgens vroeg pas thuis gaan komen. Oh, kijk de bult. Mama, pie. Kiekeboe. Wat waar je? Weet je wat je met die tas mag doen? Alles wat jij wil bewaren, mag je in de tas stoppen. Wat je niet wil bewaren, leg we aan de kant. Mama heeft de reis geboekt, wij gaan vliegen. Ja! Yeah! Hele goede dag allemaal, welkom weer in een nieuwe vlog hier op GoodLife. Ik heb mijn kleine nichtje hier en die kan al stappen. Hoi, kom. Riva, kom dan. Rivianna. Rivianna, draai maar om. Riva, kijk eens hier. Kijk eens hier. Kom hè, kom dan. Kom nou. Ja, kom maar kijken. Ja. Kom maar. Hallo. Wie doet dat? En terug. Oeps. Nou, hij is erg goed. Ik heb gelijk de camera uitgeduwd. Want de kleine was flink hard gevallen. Waar ik eerst gelijk gaan troosten. Dat vond ik toch wel erg ziek. Ik was daar echt zo'n ei op de doof. Ruben is inmiddels ook opgestaan. Dag schat. Hoi. Dag lieve mensen. Dag lieve mensen. We hadden namelijk een pakketje binnengekregen, maar we waren niet thuis. Dus die is afgegooid bij een punt. Dat gaan we dan heel even ophalen. En daarna gaan we even naar een reisbureau. Maar wat daar gaat gebeuren, dat zien jullie dadelijk. Oh, zo spannend. Wat gaan ze doen op een reisbureau? Misschien gaan ze een reis boeken. Nou, we zijn inmiddels bij het ophaalpunt geweest. Melanie heeft het pakketje binnen afgehaald. Ja. Ra, wat zit erin? Ik heb zo'n flauw vermoeden dat we dat nodig hadden voor de kerst. Ja, dat is een mooie plek nu. En niet na de kerst. Oh, ja. Maar ga dit open? Oh, dat is het punt niet. Oh jee. Ik krijg alles open. Oh jee. Zo, hier. Dat was 1 keer. Dit nog een keer ingepakt. Dat is de kerstverlichting. Dat is de kerstverlichting. Yes. Oké, okay. Nou ja, goed. Niks aan te doen. We hebben in elk geval voor dit jaar alvast nieuwe kerstverlichting. Ja, zoals jullie zien zitten we nu in het reisbureau en dan gaan we namelijk een reis boeken. Mijn hele familie, of mijn zusjes, mijn moeder, die gaan met de kinderen allemaal op vakantie. En de reisbestemming, dat horen jullie zo meteen. Kijk eens. Ach, je hebt chocolade gekregen ook nog, joh. Wat aardig. Een reiskoffertje, ik ben benieuwd wat erin zit. Het gaat zo meteen open. Nou, de mensen zijn benieuwd waar je naartoe gaat. Ja, zou ik ze nog even lekker spanning over? Of zou ik het gewoon gaan vertellen? Nou, vertel maar. We gaan namelijk naar Turkije. We gaan naar een all-inclusive gebeuren met glijbanen. Namelijk, is daar tenminste tot nu toe is er totaal het beste eruit gekomen. Ze hebben namelijk een ster bijgekregen. Vorig jaar hadden we ook all-inclusive, maar dan moesten we gaan bijbetalen. En om 12:00 was het schluss. Oeps, afstapje. Ja, en nu de all-inclusive. Ja, die is, even kijken, tot 2:00 s'nachts. Alleen één nadeel. Dat nadeel zegt ze ook nu pas nadat we betaald hebben, maar goed, vertel. Nou ja, voor mij is het geen nadeel voor jou, want jij bent namelijk geen nachtmens. Nee. Want we gaan namelijk om, even erbij spieken. Kijk onze vluchttijden. 3:30 gaan we vanuit Kullen in de lucht. En dan moeten we nog eens minimaal 2 uren in de bus aanhouden. Ach, dat wordt zo'n dag. Kijk, de terugweg. Ik heb er al gezien in. De terugweg. Gaan we ook pas 12:00 de lucht in. Dat betekent dat we 's morgens vroeg pas thuis gaan komen. Nou, dat noemen ze dan vakantie. Ah, ik zie al waarom jij dit hotel gekozen hebt. Gypsy Villa. Ja, hey, Gypsy. Gypsy, ja. We gaan naar een Gypsy Hotel. Nou. Nee, maar het zijn dus al... Ik laat een klein kort filmpje even erin zien.
het is dus een resort, dus ja, het is heel mega groot. Ik geloof dat je 5 restaurants hebt. Ik geloof dat je 5 of 6 zwembaden hebt. Binnenzwembad, jacuzzi, alhoewel ik niet denk dat je in jacuzzi gaat als het 40 graden is. Alsof je bij 40 graden ook de sauna ook heen gaat, maar goed. Nou, weet je wat ik vooral leuk vind? Wat daar nou ook er is, ik zag het, je hebt daar het, we hebben dus een eigen strand. En dan krijg je dus ook alles, maar dan gaan ze dus met kleuren omhoog gooien. Heb ik dus gezien, ik hoop dat het dit jaar ook nog is. En wat ze heel erg daar houden is, hoe noem je dat ook weer, schuimparties. Ja, vroeger ging ik met mijn zusje schuimparties af. Alhoewel, met de kinderen s'avonds, ik het zo bekeken op een filmpje, is het hartstikke druk. Ah jongens, het duurt mij te lang. Nou, zoals beloofd ga ik het doosje openmaken. Zonnebrand. Wat is dit? Geen idee wat het is. Zou het tegen muggen zijn of niet? Ja, geen idee eigenlijk. Iets, nee, lippenstift. Dus make-up lippenstift. Nou ja, goed. Tandpasta. Wat snoepjes. Pakje koekjes. Dobbelstenen. Zie ik dat nou goed? Grappig. Nou, leuk. Even kijken. Als je nu even gaat doen, of je gaat naar de zee, of je gaat naar de natuur, of je gaat doen, oh ja. Dan kan je een spelletje ervan maken. Die zich vervelen op vakantie. Ja, dus dat hebben we erbij gekregen. Dat is toch wel aardig, vind ik, hè? Maar weet je waar we nu naartoe gaan? Ja, naar huis. Inderdaad. Hoi, prinsesje. Ja, hallo. Oh, kijk de bult. Moppie. Heb je lekker geslapen? Ja. Heb je geslapen? Ja, doe maar zwaaien. Zeg maar hallo, dan zwaaien. Tada, Riviana. Zeg maar tada. Tada. Dat kusje geven. Dat kusje geven. Dat kusje geven, tante. Nog een keer. Nog een kusje geven, tante. Och, ga je vertellen. Ah, da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Doe kiekeboe. Wat is een kiekeboe? Ah, kiekeboe. Ah, kiekeboe. Ja. Ah, kiekeboe. Da. Dat is het zelf. Ja. Daar is Riviana. Even een kusje geven. Kusje geven. Kusje. Geef kusje. Ja? Koekoek. Koekoek. Tada. Ja. Wat zijn er? Hoe is je knappe meisje? Hoe is je knappe meisje? Nou, met die bult is hem niet een knap geworden. Germ. Germ. Ik heb je mond daar gooit. Echt ongelooflijk. Ja. Hè, moppie. Kleine moppie van ons. Kom maar, Sjaard. Kom maar, mijn tante. Kom maar, mijn tante. Grote meid van ons. Ja. Lekker ding. Hè? Lekker ding van ons. Ja. Haboe. Kiekeboe. 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 Wat zwaaien. Je zit hartstikke leuk. Huh? Je zit hartstikke leuk, hè? Ja, mijn tekst en een kusje geven. Mwah. Tot dan. Tot een kusje geven. Een kusje geven. Mwah. Hallo Jason. Hallo, ik ben even lekker hier. Hey schat, ik heb een verrassing voor je. Ja. Ja? Ja. Wij gaan vliegen. Nee. Ja? Jawel. Jawel. Samen met Ertivaan ook. Mm-hmm. We gaan naar Turkije op vakantie. Nee, met ons helemaal. Ah, ja, in de vliegtuig. Ja? Durf je er nog? Ja, we hebben niet gevliegd. Nee, ja, nog niet gevliegd, nee. Maar ik wil vliegen! Ja, wil je vliegen? Kom, Jas, kom ik je even onder de kont, dan vlieg je ook. Ja, vlieg nu! Vlieg! Ben je ook blij? Ja. Echt waar? Ja! Gelukkig. Ja. Nou, Jason, ik heb je heel even meegenomen naar jouw kamer. Ja. Want het is een rommeltje en dat gaan we even opruimen. Oké. Of vind jij dit dikjes opgeruimd? Om mijn bron een beetje op te ruimen. Nee, dit is verplaatst van een probleem. Oh. Dus je legt rommel, leg je vandaar, leg je daar neer. Dus dat schiet niet echt op. Kijk, wat hebben we hier allemaal? Nou, we hebben hier bijvoorbeeld... Ik weet wat. Ik heb toch een zakje, hè? Ja. Dan kan ik alles instoppen.
Ja, en wat ga je met het zakje doen? En dan kan ik dat eitje in die zakje van eitjes neerzetten. En daar hebben ze het ook een beetje opgeruimd. Nee, dan heb je alles in een zakje gestopt. Dan is nog steeds geen opruimen. Jawel. Jawel, zegt hij. Ja. En nu was ik bij de communie. En hier was het ergens. En daar heb ik de hele tas onder gegooid. Weet je wat je met die tas mag doen? Alles wat jij wil bewaren, mag je in de tas stoppen. Wat je niet wil bewaren, leg aan de kant. Okay. Wat weggegooid kan worden, gaat de prullenbak in. En wat je ergens, ja, wat je nog wil bewaren, maar ergens anders wil bewaren, moeten we even kijken waar we kunnen neerzetten. Oké. Okay. Zodat het een beetje leger wordt als oma hier moet poetsen, of mama, of ik. Dan willen we een hele schone vensterbank hebben en niet helemaal vol met rommel. Oké, en alleen, papa, ik wil eigenlijk het bed ook bewaren, behouden. Ja, slimme Rick, we gaan niet de meubels, dat snap ik natuurlijk, hè? Grappenmaker. Ja, oké. Ik ga nu alles erin stoppen wat ik nog wil, ja, en... Precies, wat je nog wil, ja. Dus niet alles erin stoppen. Wel goed kijken wat je wil hebben en wat niet. Dan gaan we daarna kijken wat er... één dingetje. Wat deze twee... Nee, schat. Alleen de kleine rommeltjes op de vensterbank en op je bureau, kleine wijsneus. Oké, kleine wijsneus. Oké, hier moet ik wel echt voorzichtig zijn, dus ik doe het wel op het laatste. En dadelijk komt iets heel zwaars op dat ding. En dan gaat het kapot, heb je goed gezien. De klok hoef je er ook niet in te stoppen. Het gaat zich voornamelijk om het speelgoed, de gemaakte opdracht op school... de autootjes. Het pistooltje waar ik helemaal gek van word. Want laten we eerlijk zijn, welk ouder wordt hier niet gek van? Renaal te irriteren, hè? Moet je nagaan, de hele dag. Irritant ding, je mag weg. En je zei, je mag zelf bepalen wat je in de tas doet. Kan mij dat schelen, zegt hij ook gewoon, hè? Bijna een mannetje is het ook, hè? Je lijkt op je vader. We schieten lekker op. Jesse heeft de halve vensterbanken opgeruimd. Hoewel opgeruimd, hij heeft alles in de tas gestopt. Waar is het plekje wat weg moet dadelijk? Ga je daar even zien. Oh, hier. Eén flesje. Ja, dag Jesse. Ja, ik wacht. Je zei, alles mag je erin gooien wat je wilt houden. Gaat zei alles. We gaan wel serieus doen, hè jong? Anders ga ik jouw kamer opruimen en dan staat hier dadelijk niks meer. Laat maar zien wat jij uiteindelijk hebt uitgekozen. Oké, dat moet bewaard worden en wat moet weg? Dat zit dan in die zak? Ja. Zit niet veel in, hè? Nee, dat... Schiet ook niet op met jouw kamer opruimen. Ik ga jou helpen. Goed, vooruit dan. Volgende ding. Frozen poster is dat, hè? Nee. Ook bewaren. Buurman en buurman. Maar die hoeven niet hier op je kamer te zetten. Tenminste, hij hoeft hier niet op je bureau te leggen. Dat is een DVD. Alles wat ik naar auto gegooid ga... Nee, want dan gaat het kapot. We gaan niet lopen gooien. Ga je gewoon naar mij geven. Leg hem even hier en ruim hem dadelijk op. Dark Vader. Nou, wat wil je met Dark Vader? Houden. Ja, maar dit is zeep. Dus weet je waar die naartoe gaat? De douche. Niet op je kamer. Nee, maar eerst maak ik hem open met een plastic. Doe maar. Plastic moet in de vuilnisbak. Hij kon het plekje vinden voor zijn lampje, dus ik heb hem weggegooid. Alleen hij denkt dat hij in de zak zit. En kan je hem vinden? Nee. Nee, nou, dat is jammer dan. Het volgende. Max Verstappen. Waar gaan we die neerzetten? Zoek even een leuk plekje uit. Oké, het volgende. Max Verstappen. Waar ga je die neerzetten? Heb je daar een leuk plekje voor? Ja, dus geef maar vier. Ja, maar niet op het bed. Even een leuk plekje uitzoeken waar hij kan staan. En daar blijft hij dan staan. Oké dan. Ja. Ja? Oké, mooi plekje. Kan. Goed zo, wat is dit? Is kerst. Ja, dat is kerst. Zal ik bij de kerstspullen leggen voor volgend jaar? Nee. Wat dan? Ja, daar lag hij ook net. Hij legt hem ook precies op dezelfde plek neer waar ik hem net vandaan gehaald heb. Nou, daar gaat hij dus niet meer liggen. Dus wat gaan we ermee doen, Jason? Je kan hem bij de kerstspullen leggen, dan komt hij eindelijk op jou weer tevoorschijn. Of zijn we hem niet weg? Nee, Jason.
Ja, jij vraagt billenkoek. Dan niet. Goed, moet je weer 50 euro? Je hebt geen geld nodig, je hebt geld zat. Zo, het volgende. Nou, alle dinosaurussen en de rest van het speelgoed zit hierin. Kijk maar, het ziet er een stuk netter uit. Ook op de grond is het weer opgeruimd. We zetten het tasje hier neer, want hij wilde er nog geen afscheid van nemen, hè? Ik wil hem wel bewaren, maar ik wil het niet zien. Als je ermee gaat spelen, mag ik het pakken. Maar daarna wel weer opruimen, ja? Kunstwerk van Jason hebben we opgehangen, want daar kon hij nog geen afscheid van nemen. Dus we hebben aan de oude televisie hangen. En dan is Jason klaar en dan mag u weer gaan. U bent een vrij man. En dan doet het natuurlijk een ander liedje ook hier. Hoi, Chad. Hoi. Selina is lekker al bezig met het eten. Ik ga gewoon het vlees even bakken. Wel ik lekker eten. Stampot. Zutkool. Lekker. Lekker. Samantha! Hoi, Chad. Hey, Sivano! Hey, Janice, kom eens naar binnen. Ik moet je even wat gaan vertellen. Hey, lieve schat. Het gaat door, hè? Mama heeft de reis geboekt, wij gaan vliegen. Yeah! Yay! Mijn vriendin is ook hier, daar ben ik ook blij. Ja, die is boven. Oh, en daar komt mijn volgende jongetje aan. Hi! Wat zeg jij? Ja? Hi, schat, hoe is het? Oké, oh, dus er staat je neefje en je tante ook wat roepen. Wil je dans? Ja! Ik wil dan. Ik heb je gemist! Ja, ook. Heeft ze een kusje gegeven, Gia Di Pano? Oh. Ja, en tante Serena dan? Tante Serena geeft je gaat vertellen. Hé, hey, luister eens even. Kijk eens naar deze kant. Luister wat Serena zegt. Mama heeft vandaag een vakantie geboekt naar Turkije met het vliegtuig. Waar wij allemaal heen gaan. Ja! Ik ga niks naar je therapie. Ik ga geen piano. Maar je gaat nou wel voor de allereerste keer vliegen. Ik ga allemaal vliegen. Ja! Weet je wat? Kom eens hier. Heb je de eerste vliegtas die krijg je? Kanon! High five! Ja, ik moet altijd proeven hebben. Ja, mijn shoes. Jaden, kijk eens daar wat ik van jou ga maken vandaag. Palkatrui! Ja! Ja! Wil je een aardappel dan? Nee! Nee, echt niet? Nee! Dan geef je schoenen maar gauw op. En wil jij mijn tas uitpakken? Ja, kom maar hier met jouw tas. Ja, Jadertje, die kan ik gewoon met alles bij maken. Die jongen die is altijd zo ja. Vrolijk en zo lief. En ik hou van palkatrui. Dus dan word ik altijd blij. Gelukkig schat, ga maar gauw naar boven eens. Ons eten zit al in de oven. Spitskoolstampot. Erg lekker hoor. En dat in de oven met kaas erover. En voor Ruben natuurlijk, ja, wat denk je? Wat het wordt? Spruit, hè? Binnenkort heeft hij een kop als een spruit. Smakelijk eten. Nou schatjes, als het tijd voor komen en als het tijd voor gaan. We hebben lekker gegeten. Shania en Rizia. Shania en Divano die gaan naar huis. Janice, Jade en Jason die gaan zo meteen lekker naar bed. Dus ik sluit de vlog alvast af. Vonden jullie de leuke video? Deel en like hem dan vooral. Druk op het belletje, heb je dat nog niet gedaan? Ja, en morgen zien we elkaar natuurlijk weer. Dus ik zou zeggen, doei! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.